Vorige week was het Pinksteren. Daar hebben we in de vorige aflevering bij stilgestaan naar aanleiding van Psalm 72. In deze aflevering ga ik opnieuw in gesprek met Oudling Haasbroek in Rijssen. Welkom. Dankjewel, Arjen. Nu is het thema Leven door de Geest van Pinksteren. En dat naar aanleiding van Psalm 142. Waarom deze psalm? Ja, deze psalm, bijna vind je dat. Deze psalm wordt in de aanhef een onderwijzing, een gebed genoemd. Een onderwijzing in de heilige gebedskunst. En hoe zou een zondaar kunnen leven en bidden zonder de geest van Pinksteren? In deze zevende boetpsalm ontmoeten we een biddende David, die als een schuldbewuste, verootmoedigde zondaar, de toevlucht neemt tot God. We lezen van hem, ik riep met mijn stem tot de Heere. Ik smeekte tot de Heere met mijn stem. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Verlangend naar zijn gunst en gemeenschap, roepend om verlossing van al zijn vijanden. Door die vijanden omringd, voelt David zich als gevangen. Hij zegt, ik zag uit de rechterhand en zie, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel. Maar er is er maar één die hem uit die gevangenis verlossen kan. Gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Davids geloof hield stand. Het verborgen werk van de Heilige Geest heeft zijn geloof gevoed en gesterkt. En noemt de Heere zijn toevlucht, zijn deel. Daarom deze psalm. U zei het al, David noemt het een onderwijzing en een gebed. Net als in de psalmen 54, 55 en 57 wordt ook een concrete context genoemd, de spelonk. En u noemde ook al iets over gevangenschap. Wat wil hij ons in deze psalm leren? Als het een onderwijzing is, wat wil hij ons dan leren? Ja, onder andere dit. In welke omstandigheden ben je ook verkeren, vlucht ermee tot de Heer. Wat ook door ons als gevangenis ervaren wordt. Hij is immers die nooit beschamende rotssteen. Het is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heeren macht, dan dat men ooit vertrouwt op mensen, of zelfs van prinsen hulp verwacht. Wat kan de Heere verrassend en bevrijdend spreken tot een ellendige en hulpbehoevende zondaar die tot hem de toevlucht neemt. En dat spreken van de Heeren leidt altijd tot verwondering en verootmoediging. Deze psalm is ook een gebed, net als de psalmen 17, 86 en 90, waar in de oorspronkelijke taal hetzelfde woord wordt gebruikt voor gebed. Als ik denk aan Pinksteren, Heilige Geest en gebed, dan moet ik ook denken aan het boekje De Heilige Oorlog van John Bunyan. Kunt u iets zeggen over het werk van de Heilige Geest bij het gebed? Mooi, Arjen, dat je dit lezenswaardige boek van Bunyan aanhaalt. Op een unieke en onnavolgbare wijze tekent Bunyan daarin de strijd in het hart van een christen. Bij de wedergeboorte wordt de stad mensziel verlost uit de heerschappij van Diabolos de duivel. En met zijn generaals geloof, hoop en liefde herovert El Shaddai de Heere de stad mensziel. En vanaf dat moment woont ook de Heilige Geest in het hart. Bunyan tekent hem als de hemelboodschapper die de gebeden van mensziel brengt naar het hemelhof. En door diezelfde hemelboodschappen ontvangt mensziel antwoord. Antwoord vanuit zijn woord. Dan doet het woord kracht. Dan past de Heere door zijn Heilige Geest zijn woord toe aan het hart van zijn kind. O, zo'n moment vergeet je nooit meer. Op dat moment is er ook geen twijfel. Alleen door de geest van Pinksteren, de Heilige Geest, is er verbondenheid met de Heere. Als kinderen kunnen die geest door hun zonde wel bedroeven. Maar waar hij eenmaal zijn intrek heeft genomen, verlaat hij een mens nimmer meer. Gods kinderen kunnen die geest wel bedroeven, jawel, maar uit hun hart zal hij nooit meer wijken. Bunyan beschrijft hoe de stad mensziel ging rusten op verkregen weldaden. Ze werd zorgeloos en vierde feest met burgemeester geestelijke wellust. Daardoor werd de geest bedroefd. Het werk van de Heilige Geest, zoals Bunyan dat schetst. Hoe blijkt dat ook uit deze psalm van David? David leert en beoefent deze heilige kunst in de spelonk. Waarschijnlijk bevindt hij zich in de spelonk van Adullam. We lezen in Hebreeën 11, zij, de kinderen van God,
hebben in woestijnen gedoopt en op bergen en in spelonken en in holen der aarde. Zo moest ook koning David vluchten voor Achis, de koning der Filistijnen. Jullie kennen de geschiedenis. Toen hij werd gegrepen en voor Achis moest verschijnen, wist hij zich geen raad. Hij zag alleen maar zijn vijanden. Hij had God uit het oog verloren. En in plaats van tot God te roepen, zien we hem zijn toevlucht nemen tot een list. Hij stelt zich tegenover Achis aan als een krankzinnige, wel wetend hoe vreselijk bang deze was om met krankzinnigheid besmet te worden. Het laat ons zien hoe David toen meer vertrouwde op zijn eigen list en slimheid dan op zijn God. Wat een ongeloof. Wat een wantrouwen bij dit kind van God. Wat is de mens, ook na ontvangen genade. David heeft alles verspeeld, alles verzondigd. Verlaten van mensen, de gunst van God en zijn gevoelige nabijheid niet meer waard. En dat om eigen schuld. David heeft de dood voor ogen. Hij weet niet meer waar hij het zoeken moet. En toch, wat een wonder van Gods liefde en genade. De Heere blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. David is wel zichzelf tegengevallen. Maar God kon hij nooit meer tegenvallen. Het is de Heere die zijn schaap verstrikt, verward en gedreigd door doodsgevaren weer opzoekt. Vandaar dit roepen, vandaar dit gebed. David mag in al zijn benauwdheid opnieuw de toevlucht nemen tot zijn God. Ik riep met mijn stem tot de Heere. Ik smeekte tot de Heere met mijn stem. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Met zijn stem roept en smeekt hij luid, zodat zijn klacht langs de steile wanden van de spelonk weer kaatst, zoals ik bij iemand. Daar hoort de Heer als het ware de echo van zijn eigen stem. Het is de Heilige Geest, die hemelse boodschappen, die bidt. O David kan die geest wel bedroeven, maar niet verdrijven. Nooddruftigen veracht Gods goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Ja, dus de geest van Pinksteren, die werkt het gebed, die werkt leven. Maar dat betekent dan ook dat alles wat Gods werk niet is, dat dat dus levensloos is, dus dood. Inderdaad. Door de zonde zijn wij allen onderworpen aan een drievoudige dood. Dat leer je vroeger op de catechisatie. Geestelijke, een tijdelijke en een eeuwige dood. En dan moet ik bij deze vraag denken aan de profeet Ezechiël, die van de Heere een vreemde opdracht kreeg. Hij moest spreken tegen dorre doodsbeenderen. Wie doet dat nou? Preken voor dode mensen. Dat is toch dwaas, zouden wij zeggen. Maar door de dwaasheid van de prediking schenkt de Heer nu juist het leven en werkt hij het geloof in het zondaarshart. Dat is dan ook het grootste wonder, dat een zondaar van dood wordt levend gemaakt. Geestelijk levend. En waar leven is, klopt het hart. Waar leven is, wordt geademd. Waar geestelijk leven is, daar is gebed, de ademtocht van de ziel. Kennen wij een gebedsleven? Weten we van een verborgen plaats waar wij ons hart voor de Heere mogen openleggen en bij tijden mogen uitstorten? Hoe gebrekkig, hoe kortademig ook, dan is er leven. Missen we die ademtocht van de ziel, dan missen we het leven. Dan missen we de Heilige Geest. En dan zijn we nog dood in de zonden en de misdaden. Dan kan er ook geen leven zijn. Kennen we geen bidvertrek, dan is de Heere ook niet tot een hoog vertrek voor ons. Leven en sterven zonder die geest van Pinksteren. O, wat een aangrijpende, wat een ontzettende gedachte. Voor eeuwig zonder God, voor eeuwig dakloos, voor eeuwig verlaten. Meneer Philpot heeft ooit eens opgemerkt, verlaten is een woord dat voor een kind van God een wereld van verschrikking inhoudt. O, de Heere wijst het gebed om de Heilige Geest nooit af. We lezen in zijn woord, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn geest geven, degene die hem bidden? David laat ons in deze psalm zien dat we nooit te vergeefs tot hem de toevlucht nemen. Heb je ooit in de Bijbel gelezen dat de Heere een komende zonde heeft afgewezen? Dat heb ik inderdaad niet gelezen.
Dank voor deze aflevering over Psalm 142 bij Pinksteren. Bidden, roepen, smeken, klagen om uit die gevangenis en van vervolgens verlost te worden. En waarom? Om God te loven vanwege zijn goedheid. Dat ware gebed om verlossing en leven, dat is dus het werk van God de Heilige Geest. Wil je meer weten over de podcasts, blogs en video's van de Jeugdbond? Kijk dan op danielonline.nu en abonneer je op onze kanalen. Tot de volgende keer.